Ik geef nu de crew. Ja, dankjewel. Daar zijn we weer. Foppie Fop voor de televisie of voor het internet. We weten eigenlijk niet precies. Ze zou ook via ons net uitgezonden worden, maar dan weten we niet zeker of dat doorgaat. We hebben de derde en laatste ronde. Ja, je weet het nooit hier in Eindhoven wat er gaat gebeuren. Dat maakt het ook wel spannend eigenlijk. En ze hebben ze weer een nieuwe... Ja, dat maakt het spannend. Ze hebben weer iets nieuws verzonnen in Eindhoven. En dat is nu na een aantal hobbelingen en strobbelingen dat uiteindelijk erdoor. En dat is het fenomeen cultuur totaal. En het fenomeen cultuur totaal, waarvan wij denken dat we de volgende stelling met recht kunnen deponeren, is: door de toekomstige bezuinigingen wordt cultuur totaal onuitvoerbaar. Dat is wat wij proberen te stellen. Dus zeg maar, door de toekomstige bezuinigingen wordt cultuur totaal onuitvoerbaar. En Rob die zei, en die heeft nog niks gezegd, dat hij daar wel iets op wilde zeggen. Alsjeblieft. Zeg, je zit je munitie te bewaren en dat komt nou in. Ja, hij schiet ons dood. Schrijf wel. Oh, Jan Post schrijft, dat is ook prettig. Jan, dat gaat allemaal goed komen. Maar dat maakt geen bal uit of nou bezuinigd gaat worden of niet. Want cultuur totaal is eigenlijk niet veel meer of niet minder dan een cultuur. Of zie die systematiek. Naar mijn gevoel maakt het dan niet uit of je al 30% daarop moet gaan bezuinigen of niet. Die subsidiesystematiek die staat, en dat doen we met z'n allen cultuur totaal. En daar hebben we ons de komende jaren aan te houden. Of Jan Post en de gemeenteraad moeten erin slagen om eindelijk eens een keer een visie te ontwikkelen. Wat hier in Eindhoven moet gebeuren. Wat ik al 10 keer heb geschreven. Ik voel me een soort van jukebox waar je steeds dezelfde plaat in stopt. Ik ben echt van de gek van. Steeds gevraagd om een visie. Jan heeft teruggefloten, de raad heeft teruggefloten, omdat er in feite niet veel meer is dan een subsidiesystematiek. Nergens staat in cultuur totaal wat de grote lijn van de komende jaren moet worden. Er staat heel globaal in omschreven. Nergens wordt duidelijk wat men bijvoorbeeld met ateliervoorzieningen wil. Nergens wordt duidelijk wat men met beeldende kunst wil. Sterker nog, het Beeldende Kunstinstituut hier in Eindhoven, een soort afmuseum, dat is een van de iconen van de stad, is niet opgenomen in cultuur totaal. En waarom niet? En zo zijn de, ja, de media, daar zitten die mensen die erover. Waarom niet? Waarom is het vanavond museum niet? Bij de microfoon is even. Omdat het een afdeling is van de gemeente. Het is gewoon net als DHPZ, is het gewoon een afdeling. Hoe kun je nadenken over beeldende kunst zonder het afmuseum te weten? Ja, dat vind ik ook slecht. Maar waarom zouden wij met z'n 45 inderdaad in staat zijn om aan te geven wat van het museum moet gaan doen? Nou, dat is dus de vraag wat je in de visie wil hebben. Wat ons betreft wordt inderdaad juist door cultuur totaal, wordt inderdaad door externe deskundigen aangegeven wat kansrijk is, waar beweging zit, waar de wind heen waait, waarom veel beter kunnen zijn. Waarom is dat niet mee begonnen met dat verhaal? Dat is in principe de systematiek. Dat we dat overlaten aan anderen. Oké, ja, wat heeft de PvdA erop te zeggen? Ja, ik kan het niet meer eens zijn met Rob in deze. Cultuur totaal is gewoon de subsidiesystematiek die we hebben aangenomen als raad. Het mooie van deze systematiek was, toen wij het aannamen in mijn ogen, dat de waarde van cultuur hiermee vanzelfsprekend werd. Hè? Dat we cultuur, we bouwen scholen, we bouwen wegen, we bouwen theater. Dus we bouwen ook theaters en we bouwen ook atelierruimte. Dat was het mooie van cultuur totaal. En het jammere van cultuur totaal, dat is waar we steeds ook als raad, werkgroep op gefocust hebben, gaat dit wel goed? Want er is niks moeilijkers dan een hele gemeentebegroting omgooien. Want dat was wat nodig was om dit tot stand te brengen. We hadden de begroting waar we eerst altijd maar een cultuurpot hadden, nu moest er geld komen uit alle andere domeinen. Het jammere van dit is dat we een prachtig duurdeskundig bureau hebben laten inhuren die met dit mooie plan kwam en dat is gewoon geland bij de verkeerde wethouder. Sorry dat ik het zeg, maar deze wethouder heeft er nooit iets mee gedaan, heeft het niet gevoeld, heeft ondanks dat wij steeds maar hebben zitten pushen op van die domeinen zijn belangrijk, je moet eerst komen met een visie en een totaalscan van de hele culturele sector en dan kun je gaan kiezen wat je wil. Ja. En dat is er nooit gekomen en nu ben ik het met Rob eens. Op zich is de systematiek bestaat nog. Is voor ons de uitdaging om het dadelijk eindelijk eens goed
voor elkaar te krijgen, maar de systematiek aan zich zou het moeten kunnen overleven. Dat er overal misschien wat minder geld voor is, maar de systematiek zou moeten kunnen blijven bestaan. Dat wel, maar die moet dan wel. Jij vindt wel dat die moet gekoppeld worden aan een visie. Of niet? Eerst visie. En waarom, waar blijft dan die visie van jullie? Ja, die visie is er niet. Die is er waarom niet? Hoe kan dat? Nou, het is de VVD. Wel zo wat Mieke zegt en wat eigenlijk natuurlijk nu verkeerd is gegaan. En dat is ook de opdracht die dus aan de commissie Post is gegeven. De commissie Post is nu pas in tweede instantie begonnen met het in kaart brengen van, nou, wat is er nou in het Eindhoven, hè? Dat landschap. Wat hebben we nou te veel, wat hebben we te weinig? Gewoon een objectief plaatje, zeg maar. Terwijl we dat eigenlijk eerst hadden moeten hebben voordat we ons zouden gaan uitspreken over 2010. Daar heeft de commissie Post dat anders gedaan. Ligt niet aan de commissie Post, want die heeft de richtlijn gekregen van de wethouder. Hebben wij ook als raad van gezegd van ja, moeten we dat eigenlijk niet omdraaien? Is dat wel eigenlijk zo slim, die volgorde? Nou, de wethouder heeft ons verzekerd. Nee, dat kan allemaal zo. Daardoor liepen wij in het najaar tegen het probleem aan dat we... Dat het toen overhaast een beslissing moest genomen, we zitten nu met de gebakken peren, om het zo maar te zeggen. Toen we nog niet wisten van ja, hoe moet het er nou eigenlijk uitzien. Terwijl het dus nu een lijkt een ordinaire subsidiesystematiek. Terwijl er de bedoeling ook is, want er zitten ook die raakvlakken die daarin genoemd worden, dat cultuur raakvlakken heeft met het economische domein in deze stad, het sociale domein. Dat is iets wat moet worden uitgebouwd. En op het moment dat je ziet dat er dingen op papier staan en het wordt ook helemaal niet toegepast, dan Wat gaan jullie nog doen? Dat ik zeg iedereen, het is een hartstikke slecht stuk en het deugt eigenlijk niet. Nee, en de systematiek, gaan jullie dan doen? De systematiek is helder. Wij gaan een subsidie verstrekken aan organisaties die dingen doen. En wij gaan niet meer subsidiëren voordat ze bestaan. Wij gaan subsidiëren omdat ze dingen doen. Dat betekent dat we de culturele sector uitdagen. Misschien is de alleronderste laag wel van het beleid dat de culturele instellingen mogelijkheden moeten krijgen, en die krijgen ze ook, om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. En dat willen we subsidiëren. En daar zit de subsidiesystematiek aan. En we gaan niet meer subsidiëren omdat ze groot zijn en bestaan. Dat zeggen jullie, of dat is wat je mij probeert te vertellen, wat de algemene visie van Eindhoven is? Maar we hebben niet eens een beeld. We hebben niet eens een beeld van... We hebben als raad niet eens een goed beeld van wat de culturele sector, hoe groot de omvang is van de culturele sector. Dat is echt flauwekul. Nou gaan we ruzie maken. We willen het publiek iets over kwijt. Even wachten, want dit gaat de kant op die we even niet willen. Mag ik even? Nee, we eerst even het publiek, of daar mensen... Misschien... Ja, ik wil graag wat zeggen. Ja, Jan Post. Zal ik even staan? Ja, natuurlijk, alsjeblieft. Ook wij waren als adviescommissie natuurlijk verbaasd dat wij moesten beginnen eind september, nog maar kort geleden, met 63 instellingen te beoordelen voor hun begroting 2010. En pas in tweede instantie, waar we nu mee bezig zijn, het in kaart brengen van het hele culturele landschap. Ja. En zo gauw dat in kaart is gebracht, ook zeg maar, een zekere commentaar te geven hoe het volgens ons dan, volgens die experts, de komende jaren eruit zou moeten zien. Dus de volgorde was inderdaad niet ideaal. Alleen ja, de wethouder en ook een aantal andere mensen, dacht ik, stonden erop dat we toch zo goed mogelijk die 63 plannen zouden doornemen. Dat hebben we overigens ook zo goed mogelijk gedaan. Maar ik kan me dus voorstellen dat er hier en daar flinke vrevel door ontstaan is. Nou, nu even naar de visie van de stad. Ik ben ook als Eindhovenaar absoluut van overtuigd dat Eindhoven een geweldige potentie heeft, gewoon nu al, op het gebied van kunst en cultuur. Kijk, de economie die is al vrij sterk, even los van de recessie. De laatste 10, 15 jaar is er zoveel gebeurd waar we trots op kunnen zijn. Dus mede alleen al daarom vind ik dat je moet zorgen dat je die economie, dat is één kant van cultuur, dat je de economie blijft voeden met uitstekend cultureel activiteiten. Aan de andere kant denk ik ook voor de Eindhovenaren, voor de mensen die hier leven en wonen, jong, oud, allochtoon, autochtoon, iedereen moet zich gewoon kunnen laven aan goede cultuur. Meneer zei vanavond, de meneer die middenin zit met zijn ook kale hoofd, hij zei de stad heeft een aantal flinke stevige ankers nodig. Ik herken me daar compleet in. Ik denk dat we gewoon over 5, 6 plekken in Eindhoven, dat iedereen gewoon weet van ja, dat hebben we. Dat zijn van die pilaren waar we op staan. Ik ben het met Marie-Jan Scheurs zeer eens dat de meeste cultuur moet gewoon komen uit de roots, uit de genen, uit de stad zelf. En we zullen dat met z'n allen moeten faciliteren, maar dit moet gewoon authentiek echt Eindhovens blijven. En ik denk dat wij de komende
2-3 jaren, ook als commissie, wie er ook verder in mogen zitten. Er moeten meer mensen uit het zuiden in. Ze moeten wel natuurlijk ongebonden zijn. Ze mogen niet, misschien dat het oud bestuursleden zijn of oud kunstenaars, in ieder geval met de handen vrij. Maar ik denk dat we dus vooral de komende, en daar gaan we de komende weken mee beginnen ook, maar vooral de komende weken, maanden en de komende 2 jaar, dat we zeer aan tafel moeten zitten met de linkerzijde hier, namelijk de instellingen, met de kunstenaars zelf. We moeten daar gewoon partners van worden. Ik denk dat we ook veel vaker dan 1 keer per jaar, maar zeg maar een paar keer per jaar, met de raad aan tafel moeten zitten om ook gewoon tussentijds even door te laten klinken wat de experts ervan vinden, wat we samen met de instellingen ervan vinden, dat ook de raad een beter beeld kan krijgen wat er leeft, plus haar eigen mening. En dan komt er een soort eindadvies wat we dus zullen moeten geven, ook in de toekomst, aan het college, die er vervolgens weer naar de raad gaat. Maar ik denk dat alle partijen niet verbaasd moeten zijn als ze op een zeker moment gewoon de voorstellen zien. Dit een beetje zo in een paar slagen, zoals ik het zelf zie. En ik ben ervan overtuigd dat we een paar inhaalslagen moeten maken. Er is geweldig veel te doen in Eindhoven. Iemand zei vanavond ook in het begin, ik dacht dezelfde meneer. Nee, dat zei u, de meneer van de dance, van de evenementen. Die zei, ja, alles wat goed is, moet nog door kunnen gaan. Daar ben ik het niet mee eens. Kijk, alles wat doorgaat, moet in ieder geval goed zijn. Maar ook heel veel dingen die goed zijn, die moeten we ook durven te stoppen. Omdat jonge, nieuwe activiteiten misschien nog veel beter zijn en in ieder geval meer perspectief bieden. Dus je moet ook op een zeker moment curves kunnen, een beetje kunnen neer laten gaan en tegelijkertijd nieuwe zaken opstarten. Deze stad is niet sterk qua cultuur en kunst en cultuur in snoeien en kappen. En toch kan ik u verzekeren, ook vanuit mijn eigen en levenservaring en vooral ook partijervaring, onder andere het bedrijfsleven, je moet soms snoeien, je moet soms kappen om absoluut met beperkte middelen nieuwe dingen gewoon een kans te geven. En dat doet pijn, maar het kan niet anders. Ik ben het zeker met u eens, want ook binnen het evenementengebeuren, want we hebben het nu alleen maar over dance vanavond, maar ook binnen de evenementen van Eindhoven, want er zijn er gelukkig heel veel, wordt ook gesaneerd en gesnoeid en komen er nieuwe ontwikkelingen. En dat ben ik het zeker met u eens. Maar waar ik het inderdaad ook over wil hebben, en dat is elke keer inderdaad visie en beleid, want of het nou over cultuur gaat, of over evenementen, of over city branding. Ik denk dat we met z'n allen gewoon binnen 1 avond de zaak voor elkaar zouden hebben als we gewoon op de hei gaan zitten en het gewoon doen. Nou, moeten we doen? Ja, dat ben ik. En het is zo eenvoudig. Op de achterkant van mijn sigarendoos kan ik het gewoon schrijven. En met al die mensen die hier in de zaal zitten en nog meer, wij hebben heel veel expertise in huis in Eindhoven zelf. We hebben dure externe buiten Eindhoven bureaus niet nodig. We hebben de expertise binnen zitten. En wij kunnen het circuit gratis gebruiken. Ja. Wacht even. Ja, maar ik wilde even reageren op meneer Post. Wat meneer Post beschrijft klopt helemaal. Maar dat is wel het proces wat er nu speelt en wat er moet gebeuren. Maar dat heeft nog steeds niks te maken met wat Rob zegt, de visie. En de visie die moet komen vanuit de politiek. In samenwerking, is dat nodig? Nee, in samenwerking met de... Nou, wat ik steeds hoor uit de culturele sector. Wij weten niet wat men wil met de stad op cultuurgebied. En... Weet men wel wat we met de stad willen? Wat willen we met precies, de stad? Precies, maar dat is de visie. En die hebben we zelf vastgesteld. Dus het proces wat nu beschreven wordt, dat klopt technisch wel. Nou. Maar dat moet voorafgegaan worden, mijn zinziens, aan een cultuurvisie. Er ligt er eentje van 2004. Waarom zitten wij met dat gigantische imagoprobleem? Dat we ene keer sport zijn of technologie of dat. Of dat. Tilburg. Tilburg is gewoon, dit is Tilburg. U bent in Tilburg, staat langs de snelweg. T. Nee, maar dat is heel duidelijk. Ik denk dat wij in eerste instantie gewoon de jonge en oudere mannen en vrouwen kunstenaars zelf gewoon moeten uitdagen om ze gewoon te laten praten en te laten uitleggen wat ze eigenlijk zouden willen met elkaar. En natuurlijk moeten we met de politiek, waar de eindverantwoordelijkheid ligt voor investeringen, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat we eerst de route moeten hebben. Eerst voor de kunstenaars de hei op, dan vervolgens, wat mij betreft, samen met de raad. De sauna in? Nee, we moeten blijven focussen op... Op kunst en cultuur. Nou, ja, dat kan de sauna ook wel misschien. Maar. Ja. Maar ik denk dat we dus in een soort tweede ronde uiteraard met de raad ook om de tafel moeten om gewoon te kunnen debatteren over wat belangrijk is voor de stad. En uit die twee golven moet gewoon een visie voortvloeien die uiteindelijk wel naar het college moet, die het vervolgens aan de raad gaat presenteren. Dat moet wel de goede route blijven ook. Maar de input vooraf
moet onherroepelijk van de kunstenaar zelf komen. De visie moet niet vanuit de kunstenaars komen. De visie moet heel breed gedragen worden. Die moet juist vanuit de hele stad, vanuit de economische en de... Eens, maar ik denk dat de kern moet er van jullie komen. Het gaat om de input. Natuurlijk, maar die moet de ruimte krijgen. En dat is gewoon... En dat is nu eenmaal zo. Er is te weinig expertise bij de raad en bij het college over dit soort zaken. En die expertise zit bij de marktpartijen, zit bij de culturele mensen. Het is aanwezig. Maar even een aanvulling. Op een gegeven moment werd hier de opmerking gemaakt, en daar wilde ik toen op reageren. Dat het gaat om de culturele instellingen. Maar waar het in cultuur om gaat, is niet de zaken alleen die we subsidiëren. Het gaat om de brede cultuur van de stad. Het gaat niet per se om de culturele instellingen. Nee, en die analyse moet gemaakt worden. Een van de redenen dat dance gemist is, is omdat ze geen subsidie vroegen. Dus dan zien we ze überhaupt niet. Ja. En het aardige is dat je dance kunt analyseren als voortkomen uit een fantastische historische traditie in Eindhoven. Je begon... Ja, goed. Nee, maar waar het om gaat is dat je moet heel breed zien wat er daadwerkelijk aan het gebeuren is en waar het dan aangehaakt is. Om het voorbeeld van Des, maar gewoon voor het gemak, daar zie je dat gewoon er 1000 vrijwilligers op de een of andere manier bij betrokken zijn. Dat is ook cultuur in een stad. Dus je moet, de opdracht van de commissie Post is een gruwelijk moeilijke, omdat je en de historische ontwikkelingen in de stad moet zien en iedereen die er bezig is. Dus niet gewoon de usual suspects die wij altijd vragen om eventjes in te spreken bij een cultuurnota. Nee, je moet echt het beeld schetsen zo van wat is er in deze stad, waar komt het vandaan? En dan pas kun je de vraag gaan stellen, waar gaan we naartoe? Maar moet je dan ook op een gegeven moment die vraag stellen aan het ambtelijke apparaat? Nee, natuurlijk niet. Nee, in de zin van, ik zal een praktijkvoorbeeld geven. Er komt een collectief, ik doe een subsidieaanvraag bij de gemeente. Ze krijgen een negatief antwoord, want het is niet vernieuwend genoeg. Hun schrijven een brief terug van, goh, wij dachten best vernieuwend te zijn. Kregen ze een antwoord, het geld is ook op. Nou, dat is in ieder geval een... Nee, ik bedoel, als je ook in je uitvoering... Ja. Kijk, je kunt schitterende plannen maken, maar dan zul je ook in de uitvoering... De mensen die gewoon, omdat ze ambtenaar zijn, dingen doen enzovoort... Zul je ook een cultuuromslag moeten bereiken dat die mensen zeggen van... Hé, dat is leuk. Maar dat is dus juist de bedoeling geweest van Cultuur Totaal. Dit soort beslissingen zijn dus nu weggehaald bij de ambtenaar... die op een achternamiddag een cent te tellen en denken van... Nou, het is ook niet vernieuwend genoeg. Want dat kon inderdaad op die manier, maar dat kan nou dus niet meer, want het gaat naar die onafhankelijke commissie. Omdat wij inderdaad beseffen dat wij het zelf gewoon niet in huis hebben. Wat ons betreft moet Eindhoven geloven in cultuur, in zijn culturele potentieel. En mag je van ons als stadsbestuur verwachten dat wij podia, etalages veel beter zichtbaar maken, zodat die kracht er ook echt uit kan spatten. Maar het is jullie kracht, niet het onze. Maar die kracht, ik bedoel, ik had begrepen dat er van de 31,5 miljoen werd een miljoen bezuinigd. Van de komende jaren, zoiets dergelijks. Er is helemaal nog niks gezegd. Nee, maar dat circuleert zo. Hè? Dat circuleert zo. Er zit nu al een bezuiniging in. Dus, maar snappen jullie dan ook... Oh, sorry, ja, er is hier een vraag. Er was ook nog een buiten daar ook nog. Ik vraag me af, jullie hebben nou heel veel... vanuit de commissie Post hebben jullie positief advies overgenomen, maar ook de negatieve adviezen eigenlijk gehonoreerd. Dus er ontstaat een gat. Wat is er voor 2011 dan de doorgroeimogelijkheden van al die kleine initiatiefjes die net gestart zijn? Die blijven dus op dat bedrag of minder. Ja. Of die gaan weer weg. Of meer. Want er is soms kregen ook meer. Nou ja, ik denk niet dat het muziekcentrum zomaar even... Dat is weer maar dat had te maken met het feit dat toen wij eind december de adviescommissie Post kregen. En niks ten nadele van de adviescommissie, want die hebben de opdracht gehad zoals die er lag. Maar toen, als ik spreek voor mezelf, toen ik dat las, dacht ik, van, dit heeft met cultuur totaal helemaal niks te maken. Dit is gewoon een herijking van de subsidiegelden. Want het specifieke... Maar voor het eerst in jaren, Mieke, voor het eerst in jaren. Wij hebben cultuur totaal aangenomen als raad en dat is niet uitgewerkt. En we kwamen op half december voor de keuze, wat doen we hiermee? Namelijk het specifieke van cultuur totaal, die inbedding in alle domeinen, zat er totaal niet in. Dus wij zaten op dat moment als raad met van hoe gaan we dit repareren. En volgens mij hebben we dat maximaal gedaan door te zeggen van luister, we gaan op basis van dit advies geen beslissingen nemen. Welke instelling wel en welke instelling niet krijgt. Dus, maar we wilden tegelijkertijd die nieuwe initiatieven die er wel al waren en positief beoordeeld waren, niet
te niet doen. Dus we hebben inderdaad gezegd van nou dan zoveel mogelijk alles wel. En inderdaad, en om onszelf een jaar te gunnen om het nog eens een keer goed te doen. Dus volgend jaar misschien weer. Tuurlijk, maar keuzes moeten er gemaakt worden. Ja, en wanneer beginnen jullie te werken? Wanneer beginnen jullie te werken na de verkiezingen? Maar in de tussentijd is ook 11 maart. Dat is heel belangrijk. In de tussentijd komt dat landschap waar we het over hebben, waar meneer Post ook nee, maar, daar zijn we nu weer. Zolang je dat geld niet regelt, echt waar, dit is echt zo. Geen geld, geen Zwitsers. Als er geen geld is, kan je het niet uitvoeren. Nee, en het laatste besluit van de Raad was om niet te regelen dat er daadwerkelijk geld uit andere domeinen zou komen. Als je cultuurstoel daar nou goed uitvoert. Hoe kan het zijn dat het advies al wordt aangenomen voordat het door de Raad heen is? Wij hebben het aangenomen. Ja. Oké, wacht even. Het buitenland. Ja, het buitenland. Brabantstad. Ik leer hier namelijk heel veel. Ik heb eerst tijdelijk geleerd en nu leer ik het begrip kappen. Dat is eigenlijk hetzelfde. En ik ben daar verbaasd over. Als je bijvoorbeeld kijkt Amsterdam, daar zal iemand geweest zijn die van zeilboten hield. En die op een gegeven moment iets begonnen is. En dat werd Zeel Amsterdam. En daar is niemand mee bezig. Kappen. In Utrecht, de Jos Stelling, die had een bioscoop, dat moest vol in het buitenseizoen. En die ging een filmfestival organiseren en dat is een groot festival geworden. Dat zegt niemand kappen. Wij hebben in de arme stad Tilburg hebben wij een volksvermaak, volksevenement, de kermis. En de gemeente duikt er bovenop en dat wordt heel groot opgeblazen. Grootste kermis van Benelux, zullen we maar zeggen. Intussen hebben we bijvoorbeeld Incubate, een nieuw festival. En daar duikt men op van dat het vooral voor eeuwig er mag blijven. Want het is heel succesvol, het werkt heel goed, de formule. Kortom, kappen. Ik neem hem mee naar huis, ik ga er heel hard over nadenken wat daar nou de grote kracht van is. Nee, maar het maakt niet uit, maar ik vind het interessant. Dat theater, wij hebben ook theaters. Wacht. Nee, maar ik wil er Rob even laten doen. Even, we moeten een beetje blijven, ja? Rob, jij wilde nog iets zeggen daarover. Ik zou nog eerst zeggen, ga ik willen weten wanneer de visie ligt op het cultuurbeleid hier in Eindhoven op basis van eindelijk een cultuurbeleid kunnen doen. Die moet er binnen een jaar liggen. Die moet er binnen een jaar liggen, maar het belangrijkste is dat de gemeente als deskundige niet denkt dat ze te deskundig is, maar een stapje terug durft te doen om de partners allemaal mee te laten. CDA schudt van nee. De gemeente moet het lef hebben om een stapje terug te kunnen doen. Als ik mijn kind leer fietsen, moet ik het zadeltje loslaten, anders leert het nooit. Dus jullie gaan ons vertrouwen, zeg maar. Ja, dat lijkt me en wel adviseren. Ik schud nee. Maar we hebben expertise. Ik schud nee, omdat ik in de rekenkamer heb gezeten en dus inderdaad zo'n stapel beleid heb bekeken. En daar ben ik dus niet goed van. En ik zie het dus gebeuren, zoveelste dikke nota over visie of cultuur, waar we niks aan hebben. Waar het ons om gaat is inderdaad, zeg maar, de culturele kracht van Eindhoven de ruimte geven. En we maken daarin wel keuzes. De Raad heeft gekozen voor muziek, voor beeldende kunst, voor urban en voor design. Als de vier punten waar we in willen investeren. Dat is een duidelijke keuze. Ik bestrijd dat wij hier al keuzes hebben gemaakt. Ja, eigenlijk hadden we gewoon cultuurbeleid hier. Dat was op zich ook best aardig. Soms heel veel in over broedplaatsen. Vond GroenLinks op zich best heel erg leuk. Maar we hadden elke keer geld tekort. Dus Eindhoven stelt ambities waar we niet de zak geld bij zetten. Dus of we gaan keuzes maken, daar is heel cultuur totaal voor bedoeld, om op te lossen dat we elke keer allemaal ideeën hebben, maar niet genoeg geld. Dus moeten er keuzes gemaakt worden, of je doet er geld bij. Nou ja, we komen nu in een periode van bezuinigen, dus extra geld lijkt dan ook wel weer heel lastig. Ik werk dus dan denk al, ik dat we keuzes moeten gaan maken. Wij werken hier al drie jaar met de cultuur. Wacht even, wij werken hier al drie jaar binnen het cultuurtotale concept, omdat we met architectuur bezig zijn en met welzijn. En dan ga je met welzijn praten en dan is er geen geld. Ja, architectuur, maar dat zeg ik net, geen geld. Dus dat is heel erg lastig. Jullie moeten ervoor zorgen dat wel gaat sporen allemaal. De hoop van cultuur totaal was wel dat, omdat je die domeinen benoemt, uiteindelijk toch het budget vergroot werd. Ja, dat zou die incubatietijd dan moeten zijn, maar hoe lang willen we daarover doen? Moet je bestuurlijk collegiaal binnen een college heb je daar een verantwoordelijkheid. Ja, maar je moet het gewoon regelen, je moet gewoon bedragen noemen en anders gebeurt het gewoon niet. Nee. Want niemand geeft zijn eigen budget spontaan op. Nee. En dat is dus immens jammer, omdat je ziet dat cultuur los van de inherente waarde en juist vanwege de inherente waarde vaak een fantastisch effect heeft op andere terreinen. Maar dan moet je wel de ruimtes hebben. En eerlijk gezegd,
heb je eerder gezegd. Zit ik me af te vragen of die bereidheid er zal zijn. Want wat je ziet is dat juist in het kader van de bezuinigingen er enorm hokjesachtig gedacht wordt. Zo van, als het maar niet van mijn budget af. Ik heb laatst een stelling gelanceerd dat als je een wethouder van economische zaken bent, dan moet je juist in cultuur investeren, omdat het ervoor zorgt dat niet alleen nu je stad leefbaar is, maar dat je ook nog eens een keer een toekomst hebt. Maar dan moet je wel als wethouder van economische zaken dat zien en dan niet zeggen van, ja, ik duw het toch in andere dingen. Dus degene die zo meteen economie in zijn portefeuille heeft, die moet zeggen van, nou, dan mag je zeg maar zeggen, hou je van cultuur, hou je van dat, hou je dat, nou, dan weet je precies. Hou je van economie, dan doe je cultuur. Nou, nee, hou je van de economie. Je moet omdraaien. Iedereen weet. Hou je van sociaal, dan doe je aan cultuur. Wat is belangrijk voor een vestigingsklimaat? En dan sluit je daarbij aan voor een stad als Eindhoven. Waarom willen bedrijven hier zich komen vestigen? Cultuur is daar natuurlijk ook een van de dingen van. Dus op zich is dat ook gewoon een economisch instrument. Het is zo mooi. Jullie zijn zo jullie zijn het allemaal zo mooi met elkaar eens. Hè? Het is zo nou, echt niet. Ja, op een puntje daar, een detail hier en daar. Vraag maar eens hoeveel extra geld er dan voor komt van elke partij en waar ze het vandaan halen. Dan zie je de verschillen. Ja, dan zie je de verschillen. Wie wil er wel meer investeren in cultuur? In de cultuur waar wij over praten, de beeldende kunst en design en dat soort dingen. Nou, wie kan daar nu zijn hand voor opsteken? Als we heel eerlijk zijn, dan denk ik dat het een hele prestatie is als we het op niveau kunnen houden. En daar zouden we heel hard aan willen werken. Dat is een status quo, die is geen bezuiniging. Maar de rest krijgt dan minder. Ik heb altijd geleerd dat politiek te maken heeft met fundamentele keuzes die mensen maken. Volgens mij kun je het budget verdubbelen, maar dan zul je het ergens vandaan moeten halen. En daar zit hem volgens mij de kneep. En niet het feit van, als we ons best doen, dan kunnen we het handhaven. Nee, je zegt eigenlijk van, ik wens niet vanuit mijn politieke visie het ergens anders te halen. Maar dan moet je dat zeggen. Oké, goed. En Jan Post wilde nog wat zeggen. Het heeft niet alleen te maken met ik kan nog even kort. Het zal een hele andere manier van denken in de cultuursector moeten komen. Ja. En niet dat is wel eens een goede. Nou, ik roep maar en ik dien een aanvraag in. En het komt wel weer. Nee, dat zal ook een zeker stuk niet. Eigen verantwoordelijkheid. Maar als ik goed beluisterd heb. Aan de andere kant moet wel een mentaliteitsverandering komen. Dan moet een mentaliteit. Want als er iets is wat wij de laatste jaren geleerd hebben, is dat er ook wel zakelijker zal moeten worden gedacht in de cultuursector. Waarom? Maar goed, hebben we dat. Ja, dat is wat anders. Dat is even kort. De commissie heeft. Die was onder de indruk van het hele denken in cultuur totaal. Daar zijn we absoluut. Menig stad zijn we daar vooruit. Dus die hele filosofie, die staat in zijn huis. Ook aan jullie goedgekeurd. Maar in die 63 aanvragen was het maar zeer beperkt verwerkt in de plannen van de 63 instellingen. Dus ik denk dat we ook, even los van de heissessies die we zeker moeten doen, ik denk dat ook de instellingen meer tijd nodig hebben. En zeker voor de ronde 2011-2012 zul je zien, daar ben ik van overtuigd, dat er dus meer implementatie-ideeën komen over cultuur totaal. En ik denk dat we ook tegen de achtergrond van toch het bezuinigen die op ons afkomen, dat we ook daardoor, er zit één goede kant aan, dat we dus zeer geconcentreerd met elkaar moeten kijken wat is belangrijk, wat is minder belangrijk, wat kan wachten, wat kan niet wachten. En ik blijf het herhalen, je moet gewoon op een zeker moment durven ook dingen niet te doen, omdat andere dingen gewoon nog belangrijker zijn. En we zullen waarschijnlijk ook, en dat is een beetje mijn eigen visie daarop, daar hebben we ook meer tijd voor nodig, maar ik denk ook dat we het Eindhovense bedrijfsleven absoluut moeten uitleggen. Dat al die mannen en vrouwen van alle niveaus die dagelijks die bedrijven instromen, en ik bedoel ook de non-profit bedrijven als de gemeente zelf, universiteit, scholen. Kijk, iedereen die hard moet werken, heeft ook behoefte aan ontspanning, dus cultuur. Dus ik denk dat we ook de grote bedrijven vooral, Philips, ASML voorop, dat we nou eens een keer nadrukkelijk aan tafel moeten zitten dat ook zij meer vrienden worden, sponsors worden ook van de belangrijke culturele instellingen. Dus daar kun je hem ook aan houden, daar gaan we zeker op door. Ja, René. Ja, ik denk dat je kan spreken van niet alleen van hoge cultuur en lage cultuur, maar dat je ook kan spreken van een cultuur totaal in het groot en een cultuur totaal in het klein. En cultuur totaal in het klein, denk ik dat er dan vaak gedacht wordt van ja, de cultuur moet dan ook met welzijn en met andere sectoren samenwerken, omdat het dan een soort argumentatie is, een goed maken van het bestaan van de kunst. Maar dat het in het grote cultuur meer gaat over vestigingsklimaat en over een totaal cultuurklimaat waarin een hele samenleving zich kan aan optrekken. En dat zijn dingen die worden vaak vergeten, omdat er dan uit het oogpunt van bezuiniging gekeken wordt van ja, maar cultuur moet toch samenwerken met andere sectoren, zodat het
Ja. Niet meer allemaal uit dat cultuurpotje komt van in een bodemloze put subsidie. Ja, het idee was zo van, ja. Je hebt cultuur en dat heeft een waarde op andere gebieden, dus daar komt geld bij. En wat het nu feitelijk aan het worden is, dat cultuur krijgt alleen nog maar geld op het moment dat het een waarde heeft op een ander gebied. Dat hebben we dus nog nauwelijks uitgeprobeerd. Dat was onze insteek ook bij, want we hebben dat ook geconstateerd, dat dat een zwak punt was. Onze insteek was, dat moet dus aangejaagd worden. Als je ergens inderdaad iets extra's zult doen, dan zou je dat dus moeten aanjagen. Bijvoorbeeld met een makelaar die op de een of andere manier heel slim is met het leggen van verbindingen. Zodat inderdaad zeg maar de corporaties en de welzijnsinstellingen en al die andere clubs. En er zijn rekenmodellen voor te bedenken. Hè? Ja. Ik heb een hoogleraar in Rotterdam die daar een schitterende verhaal over heeft. Kijk, dat gaat heel erg goed geloven. Heeft er nog iemand van het publiek een, een opmerking of een aanvulling of een... Ik lijkt aan de ene kant en de andere kant logische dingen zegt, terwijl volgens mij kunst onlogisch is. Het is niet economisch, het is niet rationeel en het is gelaagd. Politici willen graag met kunst en cultuur op de voorgrond staan als het fantastische helden zijn en als ze lastig zijn. Of als ze in de rafelgebieden zijn, dan zijn ze heel hard nodig voor de topkunst. Want die houden ze scherp. Maar het verlangt van jullie dat jullie ruimtes, rafelranden in de stad, beschikbaar stellen. Enerzijds voor de cultuurdiscipline zelf, maar anderzijds om die top te bereiken. En we hebben veel te lang alleen Van Abbe gehad en geen gelaagdheid. En nu is het, als het economisch kan, gaan we wat dingen doen. Dat is dom. Omdat het niet in die logica past. Het is een hele andere logica. En ik hoor hele avond alleen maar een soort economische logica. Een rationele logica. En dat is het niet. Dus je snapt er geen zak van. Ja. Kun je daar iets op zeggen? U heeft volkomen gelijk. Net zoals je fundamentele wetenschap hebt... Maar daar is wel geld voor. Dan heb je fundamentele kunst. En daar moeten we ook geld voor hebben. Ja, dat hebben we toch in de geschiedenis eigenlijk wel een beetje geleerd, hè? Ja. En we hebben toch hele mooie dingen gezien. We hebben nog hele mooie dingen meegemaakt. Als ik nog één korte reactie mag geven. Mens mag nog een korte reactie geven. Het is mens. Het mens, het enige mens. Nee, maar het is sowieso gewoon van belang dat, dat hoor ik hier ook heel duidelijk in, dat er gewoon herkenningspunten moeten zijn. Dat heb ik ook net een verhaal gehoord van die meneer uit Tilburg, waar staat Eindhoven bekend. Je hebt het Van Abbe Museum en zo moet je dus ook op kleinere schalen in bepaalde wijken, moet je herkenningspunten hebben waar bepaalde, waar kunst is, waar jij voor de jongeren rekening kunt houden, voor de ouderen, voor de schilders, noem maar op. En daar moet gewoon ook meer naar gekeken worden. En ook, er moet naar gekeken worden dat die organisaties of gebouwen dergelijke niet veel gaan verhuizen. Want dat is het probleem. Het gaat iedere keer van plek naar plek. En waar moet je naartoe? Nou ja, het gebeurt veel. Ja, en vanaf 20 meter verhuisd. Ja, nou, dat is, daar moet gewoon rekening mee gehouden worden. Zeker in plekken waar niks te doen is. Dat daar herkenningspunten zijn waar je kunst en cultuur hebt. En dat is wel heel belangrijk. Oké, dankjewel. Goed. Ja, we gaan een beetje naar het einde toe van deze gespreksronde. Ik vind het allemaal geweldig dat jullie hier zijn en dat we meegepraat hebben. Ik hoop dat het publiek daar ook iets van geleerd heeft. Dat jullie daar ook iets van geleerd hebben. Het politiek en natuurlijk het panel niet zo... dat het weer met hoop de toekomst ingaat, zeg maar. Dat het misschien dit keer wel gaat lukken. Wij hebben besloten om met een van de oudste kunsten af te sluiten. En dat is eigenlijk een kunst waar je eigenlijk helemaal niks voor nodig hebt, alleen maar je stembanden. Ja, zingen. Ja, gaan zingen. We gaan met z'n allen, we gaan chanten. We gaan allemaal de handen vasthouden. En nee, ik heb ACG Vianen heb ik hier voor gevraagd om een afsluitend woord te doen. Hij is er niet. De microfoon is alleen maar voor de opname. Ja, mag je lager? Ja, mag lager zo. Sta ik even, dan zie ik mijn publiek. De werken.
Bewerken. Dat was het, dames en heren. Dat was het. Oh, dat was nog niet duidelijk. Ja, toch.